Heyo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie vlog nummer 6. En ja, vandaag ga ik het met jullie hebben over een enorme faal van Fall Launch. Want wel, ik heb dus alweer een nieuwe monitor en nu zullen heel veel van jullie zoiets hebben van Ronald, are you serious, alweer? Ja, alweer ja, want wel, die LG die was sowieso een beetje falend, want wel, hij schokte en het beeld viel soms uit. Volgens mij hebben ze het ding gewoon kapot en het zal al niet de eerste keer zijn dat ik wat kapots krijg aangeleverd. Hashtag HDPVR, mijn god. Nee, maar ik heb dus een nieuw gekocht bij Fall Launch hierzo. En het was echt super falend, want ik heb in principe de, kijk dat staat hier, de IAMA LED Monitor E2473 HDS gekocht. En wel, ze hebben mij de ProLite E2473 HS geleverd. En dat is een compleet ander type. Op de site krijg je er ook een game bij. Hij is net zo duur als de HDS, €180. Maar je krijgt er dus een game bij en die heb ik er totaal niet bij gekregen. Dus wij vanochtend voor lunch bellen. En we hebben gevraagd, wat is mis met jullie? Waarom hebben jullie mij de verkeerde monitor geleverd? Ging niet zo, maar we hebben gewoon gevraagd, wat is dit nou weer voor onzin? Dus wel, ze zeiden, ja, de leverancier die levert ook verschillend. En in principe maakt het geen zak uit. Dat is zelfs specificaties, bla 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 bla, hoop gezeik. Vervolgens kwamen ze met een smoes aan dat deze beter was, dat dit een nieuwer is. Want de HDS die had geen speakers. Terwijl ik de review van Fall Launch zelf heb gekeken en de review van Coolblue. En daarin werd duidelijk gewoon gezegd dat ze gewoon speakers hadden. Dus ik snap ook gewoon niet wat het is. En wel, daar stond ook gewoon HDS op. Dus ik snap het ook gewoon niet. En op de site, ja, bij de beschrijving staat ook gewoon speakers. Dus of die kerel heeft de zon niet goed op een rijtje, of Fall Launch heeft de zon niet goed op een rijtje. Ik denk die kerel, want die kerel was zelf niet al te snugger. Dus ja, wij hopen dat we vandaag een mailtje terugkrijgen van Fall Launch. Dat ze zeggen, we hebben de HDS nog op voorraad. En in principe heeft het administratief geneuzel bij Fall Launch het allemaal wel goed. Alleen de inpakkers, of weet ik veel hoe je het noemt, de verschepers, die hebben de verkeerde doos gepakt, want wel, dit is dus de E2473 HS en ik moet de E2473 HDS hebben, dus dat is een lekker failure. Maar het model ziet er in principe allemaal hetzelfde uit, maar als ik kijk naar alle reviews en op sites en bij bol.com en bij verschillende monitor stores en zo, daar wordt deze duidelijk aangeprezen. Deze heeft ook een award gekregen, de HDS die ik dus moet hebben. Ik heb die hele HS niet eens tegengekomen op bol.com of gewoon helemaal nergens. Dus volgens mij lullen ze gewoon wat dat dit gewoon hetzelfde is. Volgens mij is dit gewoon een slechtere, want wel HD, dat staat voor High Definition. Dit is het HS, dus ik weet niet waar HS voor staat, maar in ieder geval, het zal allemaal wel. En ja, Jordi heeft dus de HDS en die wil ik ook dus heel erg graag. En als we hem niet bij Fall Launch kunnen krijgen, dan ga ik gewoon mijn geld terug eisen. Want dit kan gewoon niet. Dit is echt gewoon een failure. Ze moeten zich echt serieus gewoon schamen. Het is echt schande dit. Dat je gewoon een verkeerd product kreeg aangeleverd dan wat je besteld hebt. Dus, en ook dan met smoesjes voorkomen om het zelf te verdoezelen. Dat kan gewoon helemaal niet. Maar anders gaan we bij wat andere sites kopen. Bol.com is die 240. Daar gaan we hem denk ik niet weghalen, want dat is een stuk duurder, dus dat ben ik niet van plan, maar dat is in principe €55 duurder, want wel €85 inclusief verzenden bij Fall Launch, nou dat is €55 dus in principe. Daar behaal ik dus wel enorm van, het was €140 bij Bol.com, dus ja dan komt het inderdaad op €150, ja nou, in ieder geval is het gewoon €55 bij Bol.com. Maar ik weet niet meer hoe die daar was, dus het zal allemaal wel, ik reken maar uit. Maar in ieder geval dus, het was een lekker failure, ik baalde dus echt enorm van. Ik ga proberen wel wat video's te maken. De kwaliteit is, ja dat gaat ook allemaal wel, maar ik snapte al gewoon niet waarom mijn kwaliteit gewoon minder is dan die van Jordi. En ik had gewoon al zoiets van, dat klopt hier iets niet, dus. En ik zat vanochtend gewoon een beetje daarboven bij mijn startbalk te kijken weer op Twitter en zo allemaal staat altijd bij mij. En ik zag in één keer ProLite E2473 HS staan. Ik dacht, ik heb toch de HDS? Dus ik naar Fall Launch, ik kijk, yo, uiteraard. En ik heb dus niet eens die game erbij gekregen. Dus we zeiden het al, en wanneer als je de HS bestelt, kreeg je dan de HDS met game? What the fuck? Dus ik had gewoon zoiets van, wat is mis met jullie? Maar ik ga morgen nog wel even een vlog maken waarin ik vertel hoe het precies is afgelopen. Dan, by the way, ga ik nog een achteraf commentary maken over de series en games. Want er komen nieuwe series aan, er gaan oude series weg.
In ieder geval, die ik dan dus heb afgerond in principe. Ik zal alvast wel wat gaan vertellen over de Bloodstar Fantasy 5 Plieft, want ik kreeg er enorm veel vragen over. Wel, de reden waarom ik niet zoveel Bloodstar Fantasy 5 upload is in principe heel simpel. Ik kom maar niet verder bij dat castle level. Ik kan dat castle level niet verslaan. En als ik deal niet kan verslaan, dan is het gewoon helemaal niet te doen om de levels daarna te verslaan. Dus wat ik nu van plan ben, is samen met Jeroen alle multiplayer levels te verslaan. Gewoon, we gaan door de hele multiplayer heen spelen. Jeroen en ik vinden het allebei hartstikke leuk. En wel, het gaat in principe nog denk ik een maand duren voordat we dat helemaal klaar hebben. En wel, ik wil echt wel verder gaan met de Pokémon playthrough. Want het lijkt me echt zo grappig om allemaal Pokémonnetjes te vangen en zo. En gewoon leuke commentaries erbij te leveren. Ik vond in ieder geval aflevering 1 super grappig om zelf te doen. Maar ja, daarom ga ik dus nog niet met het like systeem van Pokémon werken. Want dat zou in principe zijn 10 likes voor de volgende episode. Of jullie moeten het gewoon allemaal gaan halen en gewoon al die likes geven. Dan ga ik ermee werken. Maar sommige mensen gaan dan geen likes geven omdat ze dan ervan uitgaan dat ik het ga verhogen. Wel, dat is helemaal niet zo. Want als jullie het gewoon kunnen halen. Kijk, als ik bijvoorbeeld zeg 20 likes voor een nieuwe Ronald Spot Minecraft. En jullie willen een nieuwe Ronald Spot Minecraft zien. Dan moet je niet gaan liken. Want daar komt hij dus ook niet. Dan moet je gewoon gaan liken. Gewoon, het is niet zo moeilijk. En gewoon, eerst als het 15 likes, dan haal ik dat makkelijk. En als ik dan 20 likes ging doen, dan haalde niemand dat. Omdat ze gewoon zoiets hadden van, ah, als we dat niet doen, dan komen er ook geen episodes meer. Dat is niet zo, jongens. Ik wil graag Ronald Spot Minecraft doen. Dus hopelijk gaat hetzelfde met de Pokémon playthrough. Ik heb ook een nieuwe serie staat Map Showcases. Dat is gewoon 20 likes voor de volgende episode. En like gewoon jongens. Als jullie gewoon de 20 gaan halen, dan upload ik gewoon de volgende. En wel, als jullie de 30 gaan halen, haal ik er weer gewoon één. Dus gewoon, het hangt gewoon af van, van de hoeveelheid likes. En ja, soms upload ik ook gewoon wel random. Zoals bijvoorbeeld bij Ronald's met Minecraft werkte het like systeem niet meer. Dan ga ik gewoon uploaden. Dan ben ik gewoon heel makkelijk. Stop het like systeem gewoon. Maar zo'n like systeem is gewoon een heel handig iets. Want als jullie dan bijvoorbeeld die dag in Ronald's met Minecraft willen, dan zie ik dat in de likes. En dan upload ik bijvoorbeeld iets anders wat jullie wel heel erg leuk vinden. Dus ja, maar goed. Ik denk dat deze week nog wel een achteraf commentary komt uit de games die jullie uit kunnen kiezen. Want in principe zou ik dus naast de Pokémon playthrough League of Bad met 2 gaan spelen. Dat was de afspraak. Maar omdat ik nou dus de Pokémon playthrough en Bloodstar Defense 5 tegelijk ga doen, moet de Lego Batman in principe nog wachten. Of nou ja, we gaan een andere game doen, maar dan kom ik zo nog op. En ja, als we Bloodstar Defense 5 hebben uitgespeeld, dan ga ik dus een andere game doen. Maar ja, Lego Batman wordt even geschrapt. Jullie kunnen er nog wel uit kiezen, maar ik heb een paar nieuwe series bedacht. Ook voor de Xbox, voor MW3. Ik ben van plan misschien GTA te doen. Dus dat ga ik er allemaal even vertellen. Ik ga het helemaal uitleggen hoe dat precies nou allemaal zit. Dus ja, ik heb mijn beschrijving van mijn video's by the way ook aangepast. Er staan nu echt gewoon allemaal grappige dingen in en zo. Jordi's kanaal en ja, Jordi's kanaal en Jeroen's kanaal, die staan er allebei in. Jeroen heeft gewoon bijna al de 300 subs. Volgens mij moet hij nu nog 50 of zo. Ik weet niet hoeveel die kerel er moet. Maar het zou echt gewoon geweldig zijn als jullie gewoon even op Jeroen gingen abonneren. Gratis Game TV. Staat hier onder in de beschrijving. Kanaal van Jeroen. En dan gewoon die link aanklikken. Gewoon even abonneren. Hij maakt toffe video's. Willen jullie Multicraft uit zijn perspectief zien, moeten jullie gewoon daar even in gaan. Het is echt een toffe kiwi. Hetzelfde geldt voor Jordi natuurlijk, hoewel hij faalt wel in Minecraft. Nee, Jordi is wel beter geworden de laatste tijd. Dus ja, toen ik voor het eerste video zag, had ik gewoon zoiets van, oh my god, is dat voor loser in Minecraft? Nee, maar hij is echt wel beter geworden en het is ook best wel chill. Want wel, toen ik Minecraft voor het eerst speelde, was ik ongeveer net zoals Jordi. Misschien nog wel slechter zelfs, want ik bouwde altijd het huisjes van dirt en alles. Nee, maar ik wil ook nog even met jullie hebben over Ronna speelt Minecraft. Want Ronna speelt Minecraft ben ik van plan te beëindigen met episode 100. Gewoon, ik heb nog nooit een serie gedaan van 100 episodes. Dus het lijkt me gewoon super, super, super cool om bij episode 100 een 2 uur aflevering te uploaden van Ronald Spot Minecraft. Bij episode 50 ga ik er een van een uur doen. En wel in die 2 uur aflevering dus gaan we de Ender Dragon verslaan. Want dat is het laatste ding wat wij gaan doen. En de Wither Boss gaan wij verslaan. Zo rond episode, wat is het, episode 80 of zo. In ieder geval, het komende project tussen episode 30 en 40 is Project Nether. Daar gaan we ons helemaal focussen op de Nether. Nether portals maken en Nether huisjes zeg maar ontdekken. Nether fortresses. We gaan een Nether base bouwen. We gaan in principe alleen maar bezig met de Nether. Ik heb nog wel een paar episodes waarin ik nog wat dingen doe rond mijn huis inrichten, mijn veranda maken. We gaan nog een hele grote brug maken een keer in de livestream. Dus ja, wat ik zeg maar spanning heb, ik heb nog niet echt overleg met Jordi, maar we willen wel wat meer gaan livestreamen. We willen ook wat meer mijn series, wat meer Jeroen series, wat meer Jordi series en zo. Jeroen kan ook streamen, dat is best wel chill. Dus misschien zien jullie wel gewoon eens van Minecraft op zijn kanaal, op Jordi's kanaal, op mijn kanaal. Ja, misschien, maar dan streamt een van hun dus in principe. Lijkt me ook wel eens Jeroen een keer gaat streamen op mijn kanaal, want dat is wel zo chill zijn natuurlijk. Maar ik hoop dat we dan bijvoorbeeld
Ja, in een soort, ja, het is niet echt een seizoen, een soort deel, zeg maar, tussen episode 1 en 10 hebben we volgens mij een livestream, nou, we hebben niet echt een livestream gedaan, tussen episode 20 en 30 hebben we een stream gedaan, en tussen episode 30 en 40 een stream, tussen 40 en 50 een stream, dus in principe telkens bij zo'n tiental gaan we dan voor de stream bij tussendoor. Dat kan op de laatste episode zijn, dat kan ervoor zijn, dat maakt op zich allemaal niet uit, om monitoren gaan uit, leuk, maar dat plannen we wel, dan kunnen we echt grote projecten gaan uitwerken, kunnen we veel doen. En dan die streamers zullen ze ongeveer een uur tot anderhalf uur zijn. Dus in principe moet het allemaal wel lukken, jongens. Maar weet je wat, ik ga het hierbij laten. Morgen komt er weer een vlog online waarin ik verder duidelijkheid geef over mijn monitor kwestie. Dan komt er nog een achteraf commentary aan over de games die jullie uit kunnen kiezen. Dan komt er nog een gloednieuwe serie aan. Wat dat voor game of voor serie wordt, zullen jullie allemaal laten wel van merken. Het heeft iets met vliegtuigjes te maken. Dat is wat ik ga zeggen. Even kijken, wat wil ik nog meer vertellen aan jullie? Ik heb bijna de 400 subs. Nog iets van 30 of zo. Abonneer alsjeblieft even. Je helpt mij er zo enorm mee. En gewoon jongens, alle 100 mensen die altijd mijn video's kijken. Gewoon even dat duimpje. Gewoon even. Ja, het helpt zo enorm. Want als ik veel duimpjes kreeg, heb ik support om meer video's te maken. Heb ik subs. Kreeg ik de 5 subs per dag, dan heb ik gewoon zoiets van, wow, kijk eens wat ik heb gemaakt. Dat is gewoon, Shadow Games is gewoon mijn ding. En daar kan ik dan gewoon allemaal video's maken. En gewoon, al die mensen vinden mijn video's gewoon chill. Ik ben gewoon hartstikke blij dat ik tot nu toe helemaal heb bereikt. Gewoon al volgens mij 30.000 videoweergaves. En gewoon, wauw, gewoon super episch. Druk allemaal op het duimpje omhoog. Het is echt gewoon geweldig. Bij de 500 subs ga ik nog steeds een Minecraft account weggeven. En bij de 1000 subs ga ik denk ik een Minecraft account weggeven. Dus ja, bij de 1500 een Minecraft account. Enzovoort enzovoort. Om de 500 subs is een Minecraft account. Gewoon als bedankje voor jullie. En wel, ik ga ook denk ik een serie gamen met kijkers doen. Zelfs als Jordi. We gaan meer met de server bezig. Er staat enorm veel in de planning. Dus jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Alle series die ik op dit moment aan het doen ben, staan op mijn kanaalbeschrijving. Dus ja, kijk het even. Dan weten jullie alles over de series. En dan zeg ik, fijne dag nog. Tot de volgende keer. Volg me op Twitter, @shadowgames23. Link standaard in de beschrijving en ook standaard op mijn kanaal. En het zou geweldig zijn als jullie even in de reacties zeggen wat jullie van mijn YouTube banner vinden. Dat is dat plaatje, zeg maar, wat jullie zien met mijn Winnie de Poes en mijn tekst erop en zo. Dus ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. In de volgende vlog ga ik het over een supercool t-shirt onderwerp hebben. Want ik ga denk ik custom t-shirts maken met Winnie de Poes erop. Nee, maar tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen. Bedankt voor het kijken.